Ja, dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Vrachtwagenchauffeur Vincent. En dit keer gaan we weer op de weg, want we waren op weg naar Hongarije. Nog geen problemen tegengekomen, althans we hebben een hele lange truck met voorheftrucks achter ons. En dat is best wel een probleem met bochtjes, maar ik denk dat dit een hele soepele reis gaat worden. Maar hoe dat afloopt, dat zie je na het intro. Woo! Let's go, Vrachtwagenchauffeur! Ik ben jouw adviseur! Met een goed humeur, Vincent Chauffeur! Zo. En we zitten gelijk op de weg. En jullie weten inmiddels waar wij zijn gestrand. Wij zitten namelijk op de weg bij Duitsland, heb ik het voor. We zitten nog steeds in Duitsland. En Duitsland is al abnormaal groot, dat weten jullie ook wel. Duitsland... Jullie weten vorige keer dat ik de begrenzer had uitgezet. En dat is om snelheidsboetes te voorkomen. Gelijk in het begin krijg ik een snelheidsboete. Omdat er geen duidelijke aanwijzingen staan hoe hard je mag. Ik ga gewoon op de auto's letten, want ik weet dat de auto's zich wel aan de speed houden. Dus ik gok dat je ongeveer rond de 90 km per uur mag rijden. Aangezien die auto daarvoor maar ook ongeveer die snelheid rijdt. Dus laat ik gewoon heel erg opletten op de auto's en kijken wat de snelheid is. Ik zou ook inderdaad gewoon de cruise control aan kunnen doen. Dus wat ik nu ga doen, ik ga nu de cruise control aandoen op de 101. En dan gaan we gewoon 101 km per uur. Dat is zeker weten, dat mag sowieso. Dat hoop ik. 100 km zelfs. Mooi zo. Waarom neemt hij nou snelheid af dan? Moet hij wel gewoon bijgassen dan? Ik weet het niet. Ik dacht dat cruise control dat je dan gewoon je gas kon loslaten, joh. Maar blijkbaar niet. Nou, we gaan dus richting Hongarije. En, daar zijn ze bezig aan de bomen weer. Daar zijn ze weer aan het kappen, joh. Kappen nou, jongens, kappen nou. Ja, dat zei die directeur ook. Jongens, we gaan kappen. Maar niet zoveel bomen slopen. Ik weet dat er staan er nog genoeg, dat wel. Maar er wordt te veel gekapt in Nederland. Kap ermee. Ja, maar dat is misschien grappig. Maar misschien, ik vind het niet grappig. Gewoon er vanaf blijven. Laat lekker die bomen groeien. Je hebt ook een leven. Door die bomen ademen we. Zuurstof komt van bomen. Zonder bomen waren we dood. Nee. Is echt zo. Praat niet alleen maar nonsens. Of over... Of irriteer me aan de weg. Nou sowieso. Ik irriteer me altijd aan de weg. Vooral die Duitsers. Je weet nooit wanneer hoe hard je mag rijden. Cruise control doet het niet. Volgens mij. Nee, joh, gezeik. Oh, wat leuk, een vliegtuigje. Is dat een vliegbaas of zo? Oh, ik ga gelijk naar de linkerkant. Terwijl ik hier naar rechts moet. Doei! Je mag hier 40, shit! Oké, je mag naar 40. Ik ga gelijk op mijn remmen. Ja, ik heb geen zin in nog een boete weer. Het gaat allemaal van die 55.000 euro af. En ik wil echt wel lekker cash hebben. Sowieso ga ik level omhoog, weet ik nou al. Zo, oké, die auto hier naast me, joh. Lekker stoer doen. He, voor kijk mijn oude auto hebben. Ik rijd even hard als hem. Hij rijdt wel iets harder dan 40, hoor. Je mag ook sowieso iets harder rijden als 40. Ietsje, hoor. Ietsje. Ik denk dat je hier weer wat harder mag. Ik zie die auto rijdt ook ineens harder. Ik denk het. Soms een beetje onlogisch, hoor. De logica in het spel is soms een beetje raar. Je weet, je moet langs de borden kijken om te weten hoe hard je gaat. Maar ik kan geen borden vinden. Ik zit echt te kijken, want ik zie echt niks. Mooie auto trouwens, die sportieve auto met die streep erop. Frankfurt en Leipzig. München, Nürnberg. Ik denk dat ik maar wel de rechterbaan neem. Dat gaat goed. Rechterbaan kan ik nemen. Er komt nog geen auto. Er komt wel één aanscheuren, maar die gaat maar lekker op zijn rem. Frankfurt. Ik denk dat ik niet hier moet afslaan. Ik denk dat ik hier naar links moet weer. Ga kijken of ik kan. Ik kan op zich wel. Zo. Ausfahrt. Afrit. Oh, zo. Huppakee. Autootje. Hé, jongens. Ik denk sowieso, als ik deze opdracht haal... Ik moet sowieso level 10 gaan worden, hoor.
Ik weet niet of het in één keer haalt. Of ik echt level 10 word in één keer. Maar ik denk dat ik wel dicht bij level 10 ga zitten hoor. Ik bedoel, als ik dit eerder had geweten, had ik het al eerder gedaan, zeg maar. Ja, want kijk hoeveel geld je kan verdienen met... Wat een mooie auto trouwens. Hoeveel geld ik kan verdienen? 55.000. Normaal ben ik al helemaal ondersteboven als ik 23.000 kan weer verdienen. Dan staan al 30.000 erbij. Ongelooflijk. Kerst een mooie omgeving trouwens. Ja, ja. Echt zoveel centjes. Mijn benzine is op de helft. Ik moet sowieso een keer tanken, dat zie ik nou alweer. En het is al maandag, het is overdag. Ik moet nou even maar remmen nu. Raben, your partner in logistics. Hij heeft wel een Belgisch of een Duits kenmerk. Kenteken. Hallo, met je King Harvey. Kan ik even kijken naar hem? Oh, dat is dan een vrachtwagenchauffeur. Ja jongens, ik weet, ik kreeg een paar comments ook op mailtjes. Vincent, ga alsjeblieft Euro Truck Simulator online doen. Lijkt me leuk. Alleen de nadelen heb ik nog wel gezien, is dat je als enige twee rijdt wat ik zag hoor. Ik zag geen eens auto's in de buurt of ik zag niks op de snelweg. Ik weet niet of het toeval was dat ik dat filmpje keek of dat het niet mogelijk is dat je andere wagens ziet rijden. Maar ik vond het een beetje saai als je alleen met twee mensen probeert een vracht op zo snel mogelijk af te leveren. Het zou wel spannend zijn, maar ik vind het wel, je moet wel uitdaging hebben. En uitdaging is op de weg. Ik bedoel, auto's, bussen, vrachtwagens, je moet er altijd voor uitkijken. Mooie wiekjes trouwens daar. Nou, waarschijnlijk als jullie deze video hebben gezien, ben ik al in Disneyland Parijs geweest. En dan gaan we ook in een bus. Een touringbus, denk ik. Met voor mij 300 man. Dat zullen wel meer dan één bus worden, denk ik. Dat moet wel, denk ik. Ik denk niet dat er 300 man in een bus passen. Nou, dan moet ik niet gek zeggen, want... Volgens mij kunnen er wel makkelijk 100 tot 120 mensen op één verdieping. En als het een dubbelbus is, dubbeldekken. Nou, dan is het natuurlijk nog toffer. Dubbeldekken lijkt me sowieso weer gaaf om dan... Ja, natuurlijk bovenaan vooraan te zitten. Dat is fantastisch. Ik heb het al één keer meegemaakt, hoor. Dat is echt hartstikke leuk. Maar eigenlijk moet je dan zo'n stuur meenemen van vrachtwagenchauffeur Vincent. Maar het is het busje Vincent. En dan kan je doen alsof je aan het sturen bent. Nou, natuurlijk is dat heel anders. Sowieso, buschauffeuren rijden altijd echt als professionele mensen, klassieke mensen. Weet je wel, van, die kunnen echt rijden, die mensen. Die zijn echt bizar. Ik hoop dat ik ook een beetje kan rijden. Dat zijn jullie. Jullie moeten dat beslissen. Even kijken, we moeten nog 1035 kilometer. Zo, mijn horen werkt nog goed. Zo, zuur. Zo, open dak. Lekker, joh. Leuke wagentjes hier. Ik heb er een paar natuurlijk gedownload extra. Want anders zag je zo weinig. Maar je ziet sowieso heel weinig verschillende auto's en bussen. En vind ik persoonlijk. Het is ook echt heel rustig op de weg. Ik had het echt... Meestal als je het realistisch wil doen. Dan rijden er echt veel meer auto's. Maar sowieso is het een fantastisch spel hoor. Heel erg realistisch. En ik denk ook dat het spel ook heel erg met de tijd... mee is gegaan, weet je wel. Omdat, ja, steeds verbetering, grafische verbetering. De makers van deze game hebben ook gewoon echt gewoon, ik denk, heel veel tijd besteed aan heel de map. Dat moet wel. Ik bedoel, de game is fantastisch groot. Ze hebben die vernietigende DLC uit laten komen. Ik ga naar links. Kan ik naar links? Ja. Ik mag eigenlijk helemaal niet links rijden. Dat mag helemaal niet. Eigenlijk moet de vrachtwagen helemaal rechts. Dus wat ik nu ga doen. Je weet het al. Je gokt het al. Helemaal naar de rechterbaan. Zo, daar hoor ik thuis. Vrachtwagens. Ik ga sowieso te hard. Nou ja, vergeleken met de auto's weet ik het niet. Ik denk dat je hier wel harder mag. Wat is daar nou aan de hand? Ja! Oh, wat leuk die open dak vind ik echt. Heb ik nog echt weinig gezien in game. Leuk om te kijken, wat leuk dat wagentje.
fantastisch. Hij gaat nou een beetje te hard weer. Jammer dit. Nou, dat cruise control, ik weet niet hoe het zit, maar ik heb mijn gas nu in, zeg maar niet ingedrukt meer. En het wordt al heel donker, het licht, nee, zie je het? Nou, ik blijf wel nu die kilometers rijden, het gaat wel lekker nu. Oké. Okay. Net had ik het gevoel want dat het niet lukte helemaal. Dat hij niet echt die kilometers rijdt, maar ik heb nou niet meer poot op het gaspedaal. Wat ik eigenlijk wel moet doen, want stel je voor dat ik ineens moet ingrijpen of moet remmen. Je weet het nooit op de weg, hè? Het is alle verrassing. Vorige keer ook met natuurlijk die Duitsers, ik vergeet dat niet meer. Echt een trauma gekregen voor mij. Gewoon op de weg, s'avonds in één keer Duitse termen aanknald. Gebeurt wel de rit niks, maar dat was wel een hoogtepuntje, weet je. Dus je moet altijd nooit in slaap vallen. Nooit. Nou, ik ga ze wel een beetje bij, jongens. Ik weet ook niet hoe hard je hier mag. Ik vind het zo zonde dat je gewoon even niks langs de kant ziet van de weg. Hè? Ik hoop wel dat we daar als in Hongarije komen. Dat het natuurlijk wel een fantastisch land is. Dat we dat ook gelijk merken, weet je. Want we gaan nu alweer... Ik zie nu al een prachtig gebergte. Maar dat heeft Duitsland natuurlijk ook van die prachtige gebieden. Ik moet sowieso een beetje de benzine in de gaten houden. Want ik denk dat we zo even een tankje moeten doen. Een tankje en een tukje, denk ik. Ik wacht wel even tot het vanavond is. Ik denk dat ik wel benzine hou tot aan 's avonds. Wat zullen we doen? Ik denk een uur of 11 uur. Dan gaan we gewoon een tukje doen. En dan is het gewoon weer overdag, weet je. Want 's avonds moet je moet 's nachts niet rijden. Dat is gewoon ongezellig. Helemaal niet leuk. Oh, mijn licht moet aan. En ze kunnen eruit. Zo. Ik ga mijn cruise control aandoen. Zo, hoppakee. Ja, yeah. Kijk, nu ga ik zachter, zie je, terwijl je wel een berg op gaat. Maar volgens mij minder geef je sowieso, ja, ook al ga je rond die kilometers. Ik denk dat er nu alweer bijgerast wordt. Ja, zie je het? Oké, okay, ik blijf op 106 km per uur. Ik hoop niet dat ik te hard gaat. Nee hoor. Ik zie de auto's ook ongeveer die snelheid rijden als nu. Zo, hoppakee, we gaan 106 km per uur ongeveer gemiddeld. Dit is wel relaxed, zo'n tempootje, hè? La 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 la. In Duitsland ben ik toch gekomen. Want het was te ver om te lopen. We gaan naar Hongarije. En ik ben al niet blij. Laat staan als ik in dat klerenland rijd. La 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 la. La 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 la. De mensen denken. Het heet. Het Auschwitz is een plaats. Maar de meesten denken Vincent zit ernaast. Maar ik maak toch een grap, ik hoop dat je het snapt. En ik weet niet wat rijmt op plaats. Ik weet het ook niet, laat maar, laars. Daar rijmt er niet op. Laars. Alles rijmt op laars. Kaars. Baars. Aars. Hartstikke Danny, beschuit. Komt altijd dat hoog, dat je altijd in je hoofd als je aars denkt. Bedankt Hans Stille. Het wordt nou wel 7 uur. Ik denk dat ik daar zachtjes aan de lampjes moet aanzetten. Benzinestation, we wachten nog even mee. Ja, ik kan ze vast aanzetten, maar ik merk dat anderen ook niet de lichten aan hebben gezet. Ik weet dat je nooit naar anderen moet kijken, maar... Nou, het kan geen kwaad om ze aan te zetten. Ik doe gewoon aan. Ik had trouwens 2 lichten aandoen, hè. Dus verlicht. Zo, rechterbaan blijven. Het gaat lekker, jongens. Ik bedoel, we zijn aardig op weg. Het gaat niet lukken in 2 afleveringen, daar ben ik bang voor. Het was gewoon echt, ja, het is natuurlijk wel echt een hele grote opdracht. Ik bedoel, ja, je komt niet altijd in Hongarije. Hè? We moeten echt we gaan gewoon even Rotterdam helemaal naar Hongarije. Dat is echt een pokkenend. We zijn sowieso even gewoon bezig, weet je. Nou, wel 3 gevulde afleveringen. Dat is fantastisch. Ik vind het sowieso leuk om... Dit spel vind ik... Ik vind het een heel leuk spel. Je moet het niet te vaak spelen. Maar het is altijd wel leuk wat je meemaakt op de weg. En daarom vind ik die crashes en die botsingen vind ik helemaal niet zo erg. Want dan maak je nog wat leuks mee. Kijk, nu, wat krijgen we nu? Kijk, we krijgen nou zoiets van... We moeten een keuze maken. Nou, we kunnen geen keuze maken. We moeten gewoon die vrachtwagen inhalen. Want FedEx
Het is gewoon balen, weet je. Ik zou ook gewoon niet voor dat bedrijf willen werken, aangezien die man gewoon niet doorrijdt. Het is gewoon een schande. We gaan ook in een slakke tempo, joh. Donker, maar helaas. Het wordt 's avonds. En ik nog maar even volhouden, hè? Potverdorie. Ik ben benieuwd hoe lang ik het volhoud. Ik zit een hele dag op de weg, vanaf vanochtend 10 uur, hè? Vergis je niet. Er is niet in geknipt. Ik reis gewoon in één keer door. Maar ja, dat is toch pittig. In snelweg, ik hoop dat we... Ik kom even op de mapkaart kijken, dat is altijd wel leuk om even te kijken de status. Hoe ver we zijn. Nou, we zitten wel een flinke end. We zitten al echt wel keihard op de helft al. We gaan nou bijna uit... Of zijn we al vanuit België of uit Duitsland? Ik weet het niet, joh. Nou, we gaan in ieder geval richting het volgende. Een slaapplaats zoeken. Dag. Anders gaat het niet goed. Ik moet daar echt even overnachten. Maar ja, vrachtwagenchauffeurs, ga niet uitgebreid in een sauna liggen en in een hotel boeken voor tukken. Die doen gewoon makkelijk. Die doen de gordijntjes dicht van de vrachtwagen. En die gaan een tukje doen in hun vrachtwagen. Die slapen daar, die doen niks anders. Het is ongelofelijk. Die verdienen hun geld voor het bedrijf. Ze verdienen geld voor het bedrijf, maar jij krijgt daar natuurlijk ook geld van. Dat bedrijf betaalt je gewoon. Ja, je zit heel dag op de weg. Is leuk, zoals, kijk, ik kijk de positieve kanten. Heel de tijd naar de weg staren is gewoon heel saai. Maar als je weet waar je komt allemaal, dat maakt het een stuk leuker. Ik bedoel, je komt te gebieden, ik ga nou voor het eerst naar Hongarije. Ik ga voor het eerst naar Hongarije en dat is fantastisch. Ik heb expres gekozen daar natuurlijk voor. Maar ik ben natuurlijk eigen bedrijf heb ik nu. Dus ik kan gewoon bepalen wat ik doe. Alleen die anderen, ik kan niet bepalen voor mij wat die anderen doen, maar die anderen doen automatisch klusjes. Daar krijg ik geld voor. Nou, het is bijna 8 uur. En nog 770 kilometer te gaan, ongelooflijk. Echt heel ver. Ja, het is zo gebeurd, joh. Het schiet op. We gaan een brug over, wat leuk. Dat is een hele aparte brug. Althans, het ziet er vanuit de verte ziet het er heel apart uit. Even kijken, snel stiekem even loeren. Oh, wat leuk hier, joh. Wauw. Grote weilanden. Ik zet even de cruise control aan. Heerlijk, kan ik even lekker lang uit. Ik kan gewoon even loslaten zo. Ik kan even uitrekken. Oh, shit. Ach. Zo. Kijk hoor, we hebben nog weinig benzine. Ik ga de gok niet nemen. Ik ga hier gewoon richting rechts. En dan gaan we gewoon richting parkeren en slapen. En dan sluiten we ook mooi de video af. Ik vind dat een heel leuk idee. Kijk, dan mag die auto best wel doorrijden. Jongens, ik ga niet zeggen dat je allemaal gaat parkeren en benzine tanken. Kom op. Hij remt gewoon. Kijk dan. Achterlijk debiel. Even kenteken noteren. Zo. Ja, ik ga het niet halen. Moet je kijken. Ik heb nog maar een klein streepje van benzine. Wordt spannend. Daar zit ik zonder benzine. Ik heb dat nog nooit gedaan. Ik zie mensen doorkijken van Vince. Gaat het in vredesnaam een keer doen? Dat komt nog wel. Maar dit moet een hele mooie reis worden. Ik ga hier gewoon even tanken. Zo. Hallo mensen. Ik kom even tanken. En dan gaan we op de E klikken. En enter. Dan gaan we hem tanken. Zo. En dan gaan we kijken. We kunnen voor best wel veel liter kunnen tanken. Hij moet ook nog helemaal vol, het liefst. Ik kan ook zeggen van, ik doe hem niet meer helemaal vol. Ik doe hem gewoon vol. Het wordt toch vergoed. YOLO. De tank is vol. Oké, we gaan gewoon weer rijden. We gaan een tukje zoeken. Dus we gaan een plekje zoeken waar we kunnen slapen. Waarom is het? Kijk. Wat heb ik gedaan? Wat is dit? Waar heb ik een boete voor gekregen? Waar heb ik een boete voor gekregen in vredesnaam? Ik hoor echt... What the fuck, oké. Nou, hier gaan we parkeren. Is er wel een parkeerplekje zo, hier?
Ik... Staat de parkeerplaats vol? Dat meen je niet. Oh. Oh. Oké, deze parkeerplaats staat helemaal vol. Dat vind ik echt niet relaxed. Want daar moeten we doorzoeken naar een volgende parkeerplek. Vreselijk zeg. Nou, bedankt jongens. Nou, het staat gewoon helemaal vol. Vol is vol. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik zie verderop nog een paar bij. Dan gaan we thuis proberen. Jeetje, joh, dat is grappig. Het staat gewoon vol daar. Het is natuurlijk al een beetje... Het is wel een beetje slaaptijd, weet je. Nou ja, het 8 uur. Je zou zeggen om 11 uur, dan zou je wel een beetje stoppen. Ik ga gewoon de volgende proberen. Er staan een paar bedden. Maar het wordt inderdaad donker. Oké, hier kunnen we denk ik wel een slaapplekje vinden. Ja, kijk, genoeg. Zo. En wat wil je hier een stukje doen? Wat heb ik wel verdiend, denk ik. Oké, ik parkeer mijn dingen hierin. Zo, hier is een mooi plekje. Dat is fresh logistics. Zo. Beetje goed parkeren zo. Zo, hoppakee. Druk op toets. E. En we gaan uitrusten, dames en heren. En dan zie ik jullie de volgende keer terug. Doeg, doeg.